Maar dat gaat over efficiëntie. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Alles draait maar om efficiëntie en dat het economisch efficiënt moet zijn en meetbaar. Ja. Er zijn veel meer belangrijke dingen dan alleen maar dat. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En het is met name het kwantificeren van succes. Dat lijkt, dus kijken er veel mensen hiernaar. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk. En gelukkig doen een heleboel van onze analytics vrienden en mensen die onderzoek doen naar hoe mensen het web gebruiken, bijvoorbeeld, die doen ook onderzoek naar van wat mensen ervan vinden. Ja. Maar uiteindelijk gaat het er ook over dat hoeveel mensen vinden dit wel niet leuk. Hoeveel mensen vinden dit bruikbaar of kunnen er in één keer doorheen? En als er een percentage met twee getallen te definiëren is, dat die afvallen, weet je wel? Want dat betekent dat de website plotseling minder effectief is geworden. Ja. En dat is heel erg naar, want dat betekent namelijk dat als jij enorm waardevol bent voor een ene niche, en je probeert die andere 20% noem eens wat er ook bij te halen, dan ga je plotseling ook minder mooi maken voor die ene niche waar je het eigenlijk voor zou moeten maken. Voor die groep mensen die het extreem fijn vinden. Want die gaan afhaken. Ja. Die gaan het minder leuk vinden. Net als Twitter. Twitter is eigenlijk te populair geworden. Noem maar wat. Twitter gaat nog steeds goed. Ja, het gaat heen. Ze gaan er niet weg. Nee, nou ja. Totdat er het volgende toffe ding is. Nou ja, maar ja, dat speaking, is hetzelfde, speaking of hetzelfde met roken. Toen ik rookte, hetzelfde. Toen deden ze heel klein, was het telkens 10 cent duurder. Ja. Dus dat merkte je niet. Nee. En na 2 jaar, in plaats van 3 gulden voor een pakje check, betaalde je ineens 5 gulden voor een pakje check. Ja. Dat was in elk geval voor mij toen de tijd flink veel geld. Ja. Maar doordat je het telkens een heel klein beetje doet, merk je het niet. Nee. Maar datzelfde geldt voor Twitter, die worden heel langzaam, steeds meer hufterig. Stel je voor dat we nou Berners-Lee uit van 20 jaar geleden zouden importeren. Is het niet Berners-Lee? Berners-Lee? Volgens mij is Berners-Lee. We zoeken het op. Berners-Lee. Stel dat we Tim zouden uitnodigen van 20 jaar geleden en een website zouden laten zien van Smash Magazine bijvoorbeeld. Wat zou er dan gebeuren als je dan hebt over telkens een klein percentage erbij. Ja, maar dit is toch, als je kijkt naar 20 jaar geleden, toen was het van, als we dan over de toekomst nadachten, dan dachten we nog in termen van vliegende auto's. Ja. Nee, over 20 jaar hebben we vliegende auto's. Maar in plaats daarvan hebben we apparaatjes die licht geven, waarmee we alle kennis ter wereld kunnen benaderen. Ja. Wauw. Denk je dat hij het zo zou zien? Dat hij zegt van, oh wauw, mijn droom is werkelijkheid geworden. Denk het wel, toch? Mijn doel is bereikt. Check. Denk het wel. Ja. Aan de ene kant is het gelukt. Het right web is het nog niet helemaal. Maar met dingen als van die gratis blogging tools is het toch in de buurt gekomen. Ja. Ja. Nou ja, het verdemocratiseren misschien is ook beter geworden. Maar Ik denk dat hij zich helemaal wild schrikt van alle zijdingen die erbij zitten. Van alle dingen die wij misschien en passant zeggen van, ja, ik weet niet of dat heel erg belangrijk is. Dat hij zegt van, holy crap, wat doet dit hier? Hij had toch nooit zich kunnen voorstellen dat het zo'n gigantische industrie zou worden. Het is enorm. Nee. Het is reusachtig. Ja. Dat had hij zich niet kunnen voorstellen. En dat ook commercieel. Ja, commercieel ook echt zo superveel. Zo'n echt gewoon. Ja. Hoeveel mensen zijn er wel niet afhankelijk van het web? Van datgene wat hij heeft bedacht. Ja, nou, ik helaas. Maar dat is met heel veel dingen, dat kan je je niet voorstellen. Dat is ook, je hebt een aantal stappen nodig om tot iets goeds te komen. Dus wellicht hadden we een periode nodig waarin we crappy websites maakten. Om in te kunnen zien dat we hoe je goede websites kunt maken. Ja. Wellicht. Ja. Ja, ja, inderdaad. En af en toe is het een stapje naar achter om erachter te komen dat het misschien geen goede stap was. Dat denk ik trouwens, om nog heel even terug te komen. Full circle over die DRM. Ik denk dat we erachter gaan komen of het wel of niet goed is. Ik denk dat de makers, als het echt rot is en het werkt niet, nou, dan gaan we het niet gebruiken. Maar als bijvoorbeeld zoiets wordt als Kindle, dat mensen denken van, hé, hey, dit is relaxed. Ik kan gewoon een apparaat kopen en dan kan ik boekjes lezen. Weet je wat we niet willen?
is juist, ik wil niet nog een Amazon. Nee, nee, ja, maar dat is meer als futurist, denk je. Want je weet wat de consequenties gaat zijn. Mogelijk gaat zijn. Opgemaakt uit het verleden. Maar je weet, dus ik zie maar, meer, het kan, maar het kan net zo goed een hele gezonde tegenreactie veroorzaken. Die het nog breder, nog vrijer gaat maken. En ik denk dat het af en toe gewoon nodig is. Nee, serieus. Ik denk dat consumenten en industrieën leren van de fouten die gemaakt worden. Nou, en dat we fouten niet moeten maken. Nee, dat zie je juist. Industrieën maken keer op keer dezelfde fout. Omdat ze keer op keer uitgaan van de slechtheid van de mens. Het is gewoon keer op keer doen ze hetzelfde. Alleen maar DRM. Terwijl al jaren wordt bewezen, jongens, er zijn betere verdienmodellen. Ja. En keer op keer blijven ze op hetzelfde neerkomen. Al die grote producenten die weer een eigen web gaan verzinnen. Ja, nee, natuurlijk. Met elke keer opnieuw. Maar dat is toch schattig? Worden, nee, zonde van het geld. Ja, nee, maar dat is hun geld. Nee, serieus. Ik vind hun geld? Ik betaal voor die crappy producten die ze maken. Ik koop, koop die crappy producten niet. Dat is zo het werkt. Nee, serieus. Ik denk echt dat... hoe heet het? Ik geloof dat dat vanzelf goed komt. Ik geloof dat dat mechaniek... Nou ja, eigenlijk misschien is het net zoals dat bij grote bedrijven alle consumenten zien als potentiële dieven. Zo zie ik alle grote bedrijven als dieven. Ja. Niet eens potentieel. Nee, precies. Gewoon vanwege hun aard. Ja. Ja. Nou ja, jongens, als dit geen discussiepunt is, dan weet ik het ook niet meer. En go. Tot Doei. Ziens. Doei.